Volk van Suriname, in het bijzonder onze Hindoe broeders en zusters, Pyare Bhakto, we zijn weer in de Navaratri, de 9 dagen durende periode van bijzonder gebed en spiritualiteit. Op deze speciale dag wordt de viering van de neerdaling van Godin Durga gevierd door toegewijden. Bij het concept van Navaratri wordt ervan uitgegaan dat door een sterk geloof met de pure overgave het kwade wordt weggenomen. Volgens de wetenschappelijke theorie kan energie niet gemaakt of vernietigd worden. Het is er altijd. Maar in deze 9 nachten van Navaratri is de goddelijke vrouwelijke energie en kracht 1000 maal actiever dan gewoonlijk. Navaratri is de beleving van de verering van de oerkracht en de goddelijke steun die wij nodig hebben om in goede gezondheid en voorspoed te leven. Door met overgave te bidden zullen we verbonden worden met de Schepper. Laten we Durga Ma smeken om alle egoïstische en negatieve neigingen uit ons lichaam te verwijderen. Het respect voor Durga Ma is op 3 gebieden gebaseerd. Het schenkt ons kennis en wijsheid, het verlicht ons levenspad en het elimineert het kwade. Dit zal maken dat we ook de omstandigheden waarmee we dagelijks geconfronteerd raken aankunnen. De oorlog die momenteel wordt gevoerd tussen Oekraïne en Rusland heeft zoveel gevolgen voor mensen en landen. Ook in ons eigen land voelen en merken we het. Maar ook de gevolgen van wateroverlast en de COVID-19-pandemie voelen wij gezamenlijk. Daarom heeft de regering een pad uitgestippeld die we samen willen bewandelen om de gevolgen van de crisis te beheersen. Maar ook om duurzame ontwikkeling te brengen voor ons geliefd Suriname en het Surinaams volk. Laten we uit de speciale kracht die deze periode heeft aangeroepen ons pad verlichten. En wij samen met wijsheid ons pad mogen vervolgen om de gestelde doelen voor land en volk te behalen. Laten samen het kwade overwinnen. Ik wens u allen een Shubh Navaratri toe. Dhanyavaad.